Na het stappen met de tram naar huis is nog altijd ondenkbaar in Den Haag. Hoe kan het toch dat een grote stad als Den Haag 's nachts niet voor fatsoenlijk vervoer kan zorgen? Het structureel 's nachts vervoeren van mensen, dat doen we natuurlijk met het busnachtnet. De bezettingsgraad is vrij laag, moet ik zeggen. Die bussen rijden toch lang niet allemaal chockvol rond, helaas. Hoe meer behoefte daar is en als die bussen voller worden, ja, dan kunnen wij ook een grotere hoeveelheid bussen met een hogere frequentie inzetten. Maar dat hangt natuurlijk is een beetje kip-ei verhaal. Wij maken jaarlijks een vervoersplan. Daarin zetten wij basiskeuzes over dienstregelingen, over lijnvoering, over frequenties als voorstel naar de MRDH, de metropoolregio. Dat wordt ook langs het college van BNW gehaald. Dus het college en de raad kunnen daar uitvoerig over discussiëren. En vervolgens is de MRDH die dat in samenwerking met HTM vaststelt. Maar als het aan u ligt, gaat het er komen, zo'n groter of breder nachtnet dan op dit moment? Ik wil geen beloftes daarover nu doen, want ook daar weer geldt, dat is voor een deel een politieke wens. Als ik het bedrijfseconomisch optimaliseer, dan wil ik dat niet. Maar wij zijn van en voor de stad, dus ik kijk niet alleen naar het centen, ik kijk ook wat mijn stad en mijn reizigers belangrijk vinden. Die worden voor een deel vertegenwoordigd door de MRDH en door de gemeente. Dus als daar andere wensen zijn, kom ik graag serieus in gesprek. De bal ligt dus bij de politiek of er 's nachts trams en meer bussen gaan rijden.